Ik ben Philippe Juliquet, burgemeester van Kluisbergen. Ja, Kluisbergen bestaat dit jaar 50 jaar. En we willen toch van die gelegenheid gebruik maken om de gemeente met een nieuw logo te profileren naar de toekomst toe. Het gemeentebestuur was, dat kunnen we wel zijn, vrij ambitieus daarin. Maar dat maakt het ook wel heel leuk. Dus er waren er heel veel verschillende projecten. Dus niet alleen het logo en de huisstijl effectief. Maar ook de uitwerking. Dus het moest ook duidelijk zichtbaar zijn in het straatbeeld. Aan de gemeentelijke gebouwen. De vlaggenmasten dienden aangepast te worden. Er was ook een nieuwjaarspakket voor alle inwoners. De personeelsleden moesten de primeur krijgen voor het huisstijl en logo. Waarschijnlijk vergeet ik nog iets. Ja, wel, de bestikkering van het wagenpark moest ook nog gebeuren. En dat natuurlijk in alle stilte en alle anonimiteit om alles voor te bereiden voor de 3 januari. Ja, alles. Het was een totaalproject natuurlijk. De signalisatie, de bevlagging. Ook administratieve stukken werden bedrukt met het nieuwe logo. De Facebook-campagne rond 3 januari was eigenlijk de bedoeling om via teasende filmpjes stapsgewijs een beetje de argwaan of de zenuwachtigheid wat op te wekken bij de burgers. En de bevlagging en de signalisatie die werden in de nacht van 2 op 3 januari geïnstalleerd, aangebracht. En ik moet zeggen dat de bevolking dat het toch wel een opvallend nieuw beeld was, een nieuwe uitstraling van Kluisbergen. De mensen waren er niet van op de hoogte. Het was voor iedereen wel een beetje een verrassingseffect, voor het personeel zelf, maar ook voor onze inwoners. En ik moet zeggen dat ik heel wat positieve reacties heb gekregen, per mail, ook berichten en telefoons. Over de kwaliteit van het nieuwe logo, over de uitstraling, over het is een succes geweest. Wat mij vooral is bijgebleven van Artex, is naast het creatieve, waar we natuurlijk ook wel heel tevreden over zijn, maar is vooral de klantenbegeleiding. En dat eigenlijk binnen perfecte timing is uitgewerkt. En ja goed, ik zou zeggen alleen maar de dikke proficiat ook voor Artex die toch ook mee aan het resultaat bijgedragen heeft tot het resultaat van deze realisatie.